Dit is oefening 1 van de diode. Vraag 1. Staat de siliciumdiode in levenstaand schema in doorlaat of in sper? En daarna wordt er gevraagd, bereken vervolgens de spanning over de diode gebruikmakend van A, het ideale diodemodel, het praktische diodemodel of het volledige diodemodel. De eerste vraag is, staat deze diode in sper of in doorlaat? Als we hier kijken naar de diode, dan gaan we altijd kijken of die in sper of in doorlaat staat. Dan, om in doorlaat te staan, moet deze kant waar het minteken is, meer negatief zijn als de andere kant. Als we hier gaan kijken, 8 volt, dit is de ground, dus 0 volt. Dat betekent dat als hier 0 volt staat, aan de andere kant van de diode staat plus 8 volt. En hier staat dan ook 0 volt en aan de andere kant staat plus 5 volt. Dat betekent dat deze kant meer positief is als de andere kant, dus deze diode staat in sper. Vervolgens, vraag A. Volgens het ideale diodemodel, wat is de spanning over de diode als die in sper staat? Als we de IV-curve even tekenen, spanning ten opzichte van de stroom voor de ideale diode, dan ziet die er zo uit. Dat wil zeggen, in dit gedeelte staat die in sper. Was dan de spanning over de diode als die in sper staat, die is gelijk aan de bronspanning. Ja, want volgens het ideale diodemodel kun je die diode ook beschouwen als gewoon een open schakelaar. Dus als je deze diode vervangt door een open schakelaar, de spanning over die open schakelaar is aan deze kant staat plus 8 volt. Aan de andere kant staat 5 volt. Want als er geen stroom loopt, omdat die schakelaar open staat, staat hier 5 volt. Er wordt geen spanning verloren over de weerstand. En staat hier aan deze kant ook 5 volt. Dus over de diode staat aan één kant 8 volt, aan de andere kant 5 volt. Dus de spanning over de diode is gelijk aan 5 volt min 8 volt. Is dus gelijk aan min 3 volt. Let op, het minteken duidt aan dat deze diode in sper staat. Voor vraag B, volgens het praktische diodemodel, dan ziet de IV-curve er anders uit. Die zal ik in het groen tekenen. Dan ziet deze er zo uit. En dan zie je duidelijk dat het gedrag van de diode in sper identiek hetzelfde is als in het ideale model. Dat wil zeggen dat we hetzelfde hebben. We kunnen de diode beschouwen als een open schakelaar. Dus de spanning over de diode is gelijk aan 5 volt, min 8 volt, is dus gelijk aan min 3 volt. C, volgens het volledige diodemodel, dan pak ik even blauw, dan ziet deze curve er zo uit. En dan zie je dat die in sper toch een kleine lekstroom aanwezig is. Dit wordt weergegeven door een open schakelaar waarover nog een grote weerstand staat parallel aan de open schakelaar. Dat is de grote weerstand, want het is een hele kleine lekstroom, dus de grote weerstand R reverse staat hier parallel over de diode. Om dan te weten wat de spanning is over de diode, ja, dan hebben wij 5 volt hier, 8 volt daar. We hebben een weerstand en hier heb je een open schakelaar met een weerstand parallel over die weerstand. Dus we hebben 10 ohm in serie met een weerstand van 100 mega ohm. Dat wil zeggen dat de spanning eigenlijk over die diode, dus ook over de weerstand R reverse, ja, dat is dezelfde spanning als over R reverse, is gelijk aan min 3 volt, de spanning over de diode, keren de vervangweerstand. En de vervangweerstand, de spanning is min 3 volt keren, ik ga dat hier terug tekenen. Ik heb hier
5 volt van boven. Ik heb de weerstand van 10 ohm. Ik heb hier een weerstand R-reverse van 100 mega ohm. En ik heb hier een spanning van 8 volt. Dat is hetzelfde als de totale spanning hierover is dus 3 volt, of min 3 volt. Dat is deze. En dit doet u heel sterk lijken op de spanningsdeler. Dus kunnen we dit met de spanningsdeler oplossen. 100 mega ohm gedeeld door 100 mega ohm plus 10 ohm. En dat komt uit op min 2,999 volt.